allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een grote Primark shoplog. Dit keer was ik erheen gegaan met een aantal doelen voor video's en dingen die er binnenkort aankomen. En het leek me leuk om deze dingetjes weer met jullie door te nemen wat ik heb gekocht. Ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet er vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je op dat belletje ernaast drukt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij zal missen in de toekomst. En laten we dan nu in alle Primark spulletjes gaan duiken. Laat ik maar als eerste beginnen met schoenen. Ik heb namelijk deze meegenomen. Deze hakjes waren 14 euro, wat natuurlijk heel erg betaalbaar is. Maar binnenkort ga ik weer een goedkope budget gala jurken testen video opnemen. En ik zag dat ik mijn andere hakken die ik destijds van de Primark had gekocht, had weggegooid. Ik draag namelijk nooit zulke stijl hakken. Alleen die ik de vorige keer had gekocht waren echt 2 keer zo hoog. En ik merk altijd met zulke soort hakken dat ik dan super veel pijn krijg. Ja, hier zo weet je wel, op dit punt. Dat het dan super veel zeer gaat doen. Maar hier zo hing een kaartje aan met extra comfort. En ze zijn ook niet zo heel erg hoog. Dus ik denk dat deze perfect zullen zijn voor hakken die ik gewoon bewaar voor gala jurken video's. Heel erg budget dus, 14 euro. Ik heb geen idee of ze daadwerkelijk echt comfortabel zijn als je ze een tijdje aan hebt. Dan iets wat je laatst had kunnen zien in de Shop met mij video. Dat ik jullie meeneem in de Primark in Eindhoven. Daar zo had ik namelijk deze 3-way mirror gezien. Hij is maar 4 euro en je kan hem dus op 3 verschillende manieren gebruiken. Je kan hem neerzetten, je kan hem zo vasthouden als spiegel. Of je kunt hem ophangen aan dit hendel. Ik heb al zo'n spiegel in mijn bezit. Die had ik ook meegenomen naar Aruba. En ik ben er verliefd op. Die heb ik ooit gekregen van mijn tante. Alleen helaas is daar de spiegel van los. En hij blijft maar vallen. Het is gewoon aan het eind van zijn leven. Dus ik heb deze meegenomen. Ik had hem al wel opengemaakt in de winkel. Gewoon even om te zien. Ik heb hem ook meegenomen. Degene die ik heb opengemaakt. Want ik vind dat wel zo netjes. Want ik wou wel checken of de spiegel oké was. En dat was die. Dus ja, je kunt hem dan gewoon buigen en meenemen op vakantie. Ik vind het ideaal. Waar je ook bent, kan je deze heel makkelijk neerzetten en gebruiken. Dus voor maar 4 euro, heel erg blij mee. Dan ook zag ik dat ze in Arnhem ook de fietsbroekjes hebben. Jullie hebben me al zo vaak horen praten over deze dingen. Dit zijn namelijk de fietsbroekjes van de Primark. Simpel, zwart. Hebben ze ook in het wit en in het grijs. En deze gebruik ik altijd. Nu moet ik wel zeggen, ik zeg altijd dan in dit stukje, ik draag geen broeken, ik draag alleen jurken. Ik heb voor het eerst een goede broek gekocht. En ik ben benieuwd hoe het zal bevallen. Maar over het algemeen draag ik alleen jurken. En heb ik deze altijd onder zitten. Of het nu winter of zomer is. Het is super handig. Je hoeft je geen zorgen te maken. Je kan lekker wijdbeens gaan zitten. Ik ben er gewoon helemaal fan van. Dus ze hadden er nog 4 in mijn maat. En ik heb ze alle 4 meegenomen. Want ze zijn maar 3 euro per stuk. Dan een item waar ik misschien een aanbeeld voor jullie van moet maken. Ik weet het niet. Eigenlijk weet je denk ik wel hoe dit valt. Want dit is gewoon een heel basic, simpel wit blouseje. En deze was maar 6 euro bij de Primark. Dat is natuurlijk helemaal niks. Maar deze heb ik als vervanging gekocht voor mijn cosplay. Als ik ga als Hogwarts student van mijn Harry Potter cosplay die ik altijd gebruik voor naar Comic-Cons. Ik heb daar altijd al een blouseje voor van de Primark. Maar die heb ik over de afgelopen jaren zo vaak gedragen naar Comic-Cons. Dat die helemaal lelijk is geworden door het wassen. Dat die een beetje is verkleurd. Dus voor 6 euro heb ik een nieuwe meegenomen. Dan, we gaan lekker kriskras door elkaar. Want ja, ik pak gewoon uit de tas naast me op dit moment. Maar hier zo heb ik Harry Potter make-up kwasten. Deze zag ik hangen en ik dacht dit is super leuk om te testen in een video. Maar ik had aan jullie gevraagd op Instagram of ik er een video over zou moeten maken. En merendeel van jullie zei ja. Dus daarvoor heb ik ze meegenomen. Ze waren maar 10 euro. En ik ben heel erg benieuwd. Ze zijn allemaal in Quidditch thema. In elk geval voor looks geef ik ze nu al een 10 uit 10. Dus het leek me heel erg leuk om deze te gaan testen. Dus hou een oogje in het zeil, die komt er binnenkort aan. En als je ook een keer wilt stemmen of ik een video of niet moet maken. Of als ik een vraag heb voor een video. Volg me op Instagram, want daar post ik altijd dingen om het aan jullie te vragen. Dan misschien een beetje saai, maar ik heb sokken meegenomen. Dit is een pak van 5. En deze waren maar 3,50. En ik hou heel erg eigenlijk van zwarte sokken dragen. Alleen het probleem altijd hier zo is dat mijn vader al mijn zwarte sokken steelt. Dus ik doe altijd zwart in combinatie met een kleurtje. Dus al deze sokken hebben met geel of roze of blauw. Maar voor de rest zijn ze zwart. Dus zijn ze makkelijk herkenbaar als mijn sokken. Maar 3,50. Dan ook weer een shirt wat ik gewoon heel erg graag wilde hebben. Ik heb namelijk meerdere van deze basic zwarte shirts van de Primark. Die een beetje zo gedrapeerd vallen. Het is zeg maar, hoe leg ik dit uit? Het is niet je standaard basic
katoen shirt, maar het is een hele dunne stof die echt mooi om je heen drapeert. Ik heb deze in een L genomen, want ik wil dat die oversized valt. En deze dingen zijn gewoon perfect. Die doe ik aan op een zwarte legging. En vooral met werk vind ik dit heel erg fijn. Het is voor mij alweer bijna tijd om mijn eindfilm te gaan filmen. En dan ben ik cameravrouw en regisseuse. En dan wil ik comfortabel zijn, maar ook er netjes uitzien. En ik vind dat deze dingen daar perfect voor zijn. En deze kostte maar 5 euro. Dus daar heb ik er weer eentje van meegenomen. Deze heeft een V-hals. Degene die ik hiervoor had, had een ronde hals. Maar we zullen zien met de V-hals. Dan iets waar ik echt oprecht heel erg blij mee ben om weer te hebben. Ik heb namelijk 2 basic riempjes meegenomen van de Primark. Een bruine en een zwarte. In een maatje S. En die zijn maar 2 euro. Deze vind ik geweldig om als taille riempje te gebruiken. En ik heb er dus weer 2 meegenomen. In Aruba heb ik die zwarte zo vaak gedragen dat ik hem helemaal kapot heb gedragen die periode. Dus deze heb ik voor maar 2 euro per stuk meegenomen. En ik heb zin om ze weer te kunnen gebruiken. Dan heb ik ook 2 dingen gekocht die ik eigenlijk niet nodig had. Maar toen ik ze zag heel heel erg graag wilde. Als eerste bij de stationery, bij de schrijfspullen, zag ik de Harry Potter feather pen. Ze hadden in het verleden al eerder veerpennen, alsof het lijkt dat je met een quill, met een veer aan het schrijven bent. Alleen dat waren echte veren en ik ben daar gewoon niet zo heel erg fan van, omdat ik dat altijd eigenlijk sloop, om eerlijk te zijn. Ik heb al wel sinds verleden al zo'n pen gehad. Maar deze lijkt op een veer, maar het is plastic of metaal zo te zien. En het was maar 2 euro. En deze hadden ze in elk huiskleur. Ik heb gewoon zin om hiermee te gaan schrijven. Het is zo extra dat het leuk is, zeg maar. En dan ook op datzelfde stukje vond ik deze planner. En hier ben ik insane blij mee. Er staat een soort van Funko-achtige schattige Harry op. Met Harry Potter Weekly Planner. En als je hem opent, heb je hier zo dus een weekplanner. Je kan de datum opschrijven, heb je elke dag van de week. Maar ik wil hem eigenlijk echt gewoon helemaal zo open gaan leggen. Want aan de andere kant heb je to-do, shoppinglist, goals die je wil bereiken. En hier heb je nog ruimte om verder gewoon zelf wat te schrijven. Hoe geweldig is dit om op je bureau te leggen? Ik heb laatst verteld aan jullie dat ik binnenkort over een paar maandjes YouTube echt 100% ga proberen. En dat het echt mijn dat ik ervan ga proberen mijn baan te maken. Dus ik denk dat dit hier perfect voor is om op mijn werkbureau dan te leggen. En dat ik elke dag kan uitschrijven wat ik moet doen. Want dan ben ik natuurlijk eigen baas. Dus daarvoor heb ik deze gekocht. En toen ik de prijs zag was ik meteen verkocht. Want hij was maar 3,50. Dat is heel erg goedkoop voor zo'n planner. En al helemaal van iets van Harry Potter. Dan weer een kledingstuk. En deze heb ik al aangehad. Dus hij zit helemaal binnenstebuiten. Maar dat is een goed teken dat ik iets heb gekocht wat ik echt leuk vind. Namelijk dat is deze blouse. We hebben hier allemaal zwart-wit blokken overheen. En deze was maar 13 euro, wat ik heel erg goedkoop vond. Daarnaast valt deze blouse een beetje in zo'n boxy stijl. Dus hij valt vrij vierkant. Wat ik heel erg chill vind, wederom om over een legging heen te gooien. Ik heb deze aangehad bij mijn pitch voor mijn eindfilm. Dus ik heb er nu ook een leuke herinnering aan zitten. Want ze vonden mijn pitch heel erg goed. BTW, ik heb dat examen heel erg goed gehaald. Dat heb ik zo hoog mogelijk afgesloten als mogelijk is. Dus ja, ik ben hier heel erg blij mee. Ik voel me er comfortabel in. Zeg maar, het ziet eruit alsof je moeite hebt gedaan in de ochtend. Maar het voelt alsof je een pyjama aan hebt. En dat is de beste kleding, vind ik zelf, om in te werken of naar school aan te doen of iets dergelijks. Dan ook nam ik weer een basic mee die ik ook altijd wat meeneem. Dit is 3 paar 40 denier. Panties. Ik neem altijd een maatje XL, want ik hou ervan als die echt gewoon totdat mijn BH kan worden opgetrokken. En dat is maar 4 euro. 4 euro voor 3 paar is echt niet duur. Dus hier heb ik weer een pakje van meegenomen. Dan ook kreeg ik een tasje voor de kleine dingen. Ik heb niet super veel kleine dingen, moet ik zeggen. Als eerste iets waar ik wel heel heel erg blij mee ben. Dat is namelijk deze ketting. Iedere keer als ik naar de Primark ging, keek ik oprecht naar de letterkettingen. Omdat ik dat heel erg leuk vind. En precies op dit moment wanneer ik er was, was ze het aan het aanvullen. Dus mijn letter zat ertussen. Bijna altijd is de N weg. Er hangen dan alleen nog maar J's en C's en K's. En dit keer hing er een N. Omdat ik mazzel had en iemand er precies op dat moment aan bijvullen was. Hij was maar 2 euro en ik vind de stijl echt heel heel erg mooi. Het zijn namelijk allemaal verschillende soorten steentjes in verschillende kleuren die erop zitten. En het kettingje is heel schattig en fragiel. Ik vind hem echt
heel erg mooi. Dus ik ben er heel erg blij mee dat ik eindelijk een goedkope letterketting heb. Dus dat is het voor het enige sieraad wat ik heb gekocht deze keer. Dan qua nepnagelspullen heb ik natuurlijk ook weer lijm meegenomen. Ik laat er eentje zien, maar ik heb volgens mij weer 10 pakjes of zo meegenomen. Namelijk de vorige keer dat ik naar Eindhoven ging, dacht ik dat ik er nog heel erg veel thuis had. Dus ik had maar iets van 2 pakjes gepakt. Maar ik had letterlijk niks meer. Dus dit keer heb ik even ingeslagen bij de Primark in Arnhem. En je krijgt hier 2 voor 80 cent. Vraag je af hoe je deze lijm moet aanbrengen. Of mijn tips en tricks. Ik heb er een video over gemaakt omdat zoveel van jullie het vroegen. Dus die zal ik hieronder linken in de beschrijving mocht je geïnteresseerd zijn. Hoe ik mijn nepnagels aanbreng en onderhoud en ook de afhaal. En het setje nepnagels dat ik heb meegenomen zijn deze Sugar Kiss Pink Lady nepnagels. En die waren maar 3 euro. En ja, kijk hoe mooi ze zijn. Ze zijn wit met roze glitters eroverheen. Ik vind ze echt heel erg mooi. Ik heb zin om deze te gaan dragen. Heel erg girly, maar op zijn tijd hou ik daar zeker nog van. En dan als laatste nam ik ook weer een pakje haarelastiekjes mee. Deze is 1,50 en dan krijg je 60 stiekjes in. Ik gebruik zelf persoonlijk alleen de dikke. De kleine bewaar ik altijd wel als ik een half omhoog. Dan kan ik het alleen gebruiken, maar anders zijn ze te zwak voor mijn haar. Dus ik gebruik voornamelijk de dikkere die erin komen. En ja, 1,50 is een kopie. Nou, dat was dan alles wat ik deze keer bij de Primark heb gekocht. Het was een beetje van alles wat. Ik ben weer heel erg goed geslaagd. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wil nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, een fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar 1 druk op die rode knop. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doeg!